Ik heb geen love issues en geen trust issues. Maar wel fuck niggas coming to my zone issues. Ik ben in Amsterdam, een thuiswedstrijd voor mij. En ik ga op bezoek bij een hele talentvolle artiest. Hij is 19 jaar, getekend bij Avalon. En de verwachtingen zijn hoog. Ik heb het over Jay Books natuurlijk. Hey. Hi, hi. We zijn bij jou in de buurt, yes. Kraaienest. En het is voor mij geen onbekende buurt. Maar ik wil toch wel een persoonlijke rondleiding van jou krijgen. En daarna gaan we lekker naar de studio. Helemaal goed. Let's go. Het is claustrofobie. Ben met Darcy, what's and wave. Flexing on the money day. Dus hoe kan je nou hard op een young G? Hoe kan je nou praten voor een young G? Jay Books, ik weet dat er heel veel talent hier ook rondloopt. Zeker, zeker man. Je hebt voetballers, artiesten, je hebt echt alles wat rondloopt. Noem eens een paar. Ja, bijvoorbeeld Chief, AT. Hun hebben echt zeg maar Kraaienest op de map gezet, vind ik. Ik hoop dat nu open te nemen eigenlijk. Wat maakt Kraaienest zo mooi voor jou? De buurt is echt verenigd. Wat je ziet in de zomer, er zijn veel mensen die gewoon buiten zijn. Weet je, we voetballen gewoon een pleintje daarachter. Ik heb zelf daar gewoond. Veel mensen komen gewoon naar buiten en het is alleen maar liefde. En dat is denk ik gewoon echt belangrijk voor een buurt om te hebben. Dit is sowieso wel een hele bekende omgeving. Het pleintje waar volgens mij heel veel gebeurt en gebeurde, ook voor jou. Ja, zeker, zeker. Hier kwam gewoon letterlijk iedereen van Kraaien gewoon om te chillen. Hier hebben we altijd gevoetbald. Toch zijn ook minder leuke dingen gebeurd hier zo. Je zegt ook gevoetbald. Ja. Jij hebt ook op hoog niveau gevoetbald. Ook wel echt bij professionele voetbalclubs. Vertel daar wat over. Ik heb een aantal profclubs gespeeld. Wat ik zeg in een tune van me, het kon niet baten. Ik was vroeger altijd ballen en ik had het in me. Het kon niet baten, want het lag toen aan mijn discipline. Die discipline was er niet. Ik had die passie voor voetbal was ik een beetje kwijtgeraakt, zeg je eerlijk. Het is anders dat je gewoon op straat komt, je voetbalt met die boys, is blij, is leuk. Op een gegeven moment werd het alleen werk. Ik werd altijd geschreeuwd. En ik hou niet van als mensen schreeuwen. Nu ben je hier, echt het maken van muziek. En als we het hebben over jouw muziek, wat mij heel erg opvalt bij jou, je hebt toch wel een beetje die UK-stijl in je. En je neemt iemand echt mee in jouw tracks. Het is echt alsof je een verhaal aan het vertellen bent. Ja, grappig is, ik heb ook een half jaar in UK gewoond. Ik heb ook een beetje van UK meegenomen. Dus eigenlijk gebeurt het gewoon onbewust. Het is gewoon, wanneer ik begin te schrijven, komen gewoon Engelse woorden in me op en verwerk ik het gewoon. En waarom had je ervoor gekozen om naar de UK te gaan? Echt gewoon een moment voor mezelf nodig. Echt, ik moest mezelf weer leren kennen eigenlijk. Weet je, ik moest echt een stap terugnemen. Het was een moeilijke tijd. Het was een moeilijke tijd, zeker. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon naar Engeland. Ik rust even mijn hoofd, ik doe even mijn shit daar. En toen kwam ik terug. Ben je teruggekomen? Wat heb je geleerd? Eigenlijk, ik wou zeg maar voetbal daar voortzetten. Toen, met geluk, had mijn oude trainer me gebeld. En had hij zoiets van, hey, Jun, hoe zou je het vinden om terug naar Nederland te komen, te voetballen? Weet je, en het ging gewoon om een grote club. Het was toen gewoon een Eredivisie club. Had ik zoiets van, weet je, ga ik het doen of ga ik gewoon, weet je, blijf ik gewoon in Engeland? En toen had ik zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon terug. En nu heb je volledige focus op muziek. Hoe zou jij je eigen stijl omschrijven? Er zit veel flow in, veel flow switch. Het is gewoon echt UK mix met Nederlands een beetje. Ja, dus het is een beetje van, het is een beetje zeg maar van alles wat eigenlijk. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Wat maakt jou anders dan wat je eigenlijk nu hedendaags hoort in de scene? Ja, ik denk toch mijn UK-stijl. Weet je, ik neem mensen mee in wat ik zeg. Ik probeer altijd gewoon een verhaal neer te zetten. En ik denk dat mensen dat voelen en dat is toch wat mij onderscheidt, denk ik. Ja. Mooie muziek naar je hart. Ik ben nu wel echt heel erg benieuwd hoe dat nou klinkt. De nieuwe exclusieve dingen die je ons laten horen. Ik denk dat het tijd is om naar de studio te gaan, ja. Zullen we gaan? Ja, laten we gaan naar de studio. Let's go. Daar zitten we dan, de studio. Hier gebeurt het allemaal voor jou. Zeker, zeker, zeker. Hier is waar we onze tunes maken. Hier krijgen we veel inspiratie. Het is een hele mooie studio. Er zijn hier ook grote artiesten getekend. Jay is daar een voorbeeld van. Ben je ook wel eens met hem hier aan het viben? Tuurlijk. Jay zie ik wel gewoon vaak hier zo. Ja, we gaan ook zeker samenwerken. Jay is ook een grote naam en ik kijk ook naar Jay, hoe hij werkt en zo. Wat kunnen we binnenkort allemaal van jou verwachten?
Ik ben sowieso zelfs bezig met de EP, maar daar kan ik niet te veel over zeggen. Maar nu komen we gewoon zeg maar met singles aan, weet je, om zeg maar die fanbase uit te breiden. Ik weet dat je ontzettend gedreven bent, je besteedt hier ontzettend veel uur, achter elkaar ook. Je vertelde dat je hier soms gewoon 13 uur in de studio opgestoten zit en dan gewoon alleen maar muziek maakt. Dan wil ik nu natuurlijk wel iets exclusiefs horen. Ik ben er wel echt even aan toe. Ik ben wel echt benieuwd gewoon wat je gaat laten horen. Tuurlijk. Ik kan je iets laten horen. Maar jullie krijgen wel die exclusives. We houden van exclusiviteit. Ik loop de foto, droom tekst met mijn ex. Om vervolgens te negeren. Wat dacht ik ook te proberen? Maar van je fouten moet je leren. Ik ben geen killer, ben geen tuig. Maar wel een nigger van de straat. Die mannen die claimen de straat. Maar ze zijn niet van de straat. Maar maak money als money, maar maak heeft maar nooit money gezien. Fuck niet met niggas die fucken met niggas waarmee je geen money kan zien. Juist. Dat is toch wel weer een persoonlijke tekst. Ja, klopt. Ik heb dit ook geschreven gewoon uit mijn hart. Heel tof. En we houden je in de gaten. Dank je wel voor je tijd. En zoals we eigenlijk altijd dit item afsluiten met een aantal bars van jou. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dus ik geef je de mic over en hopelijk tot snel. Mic check, Johanne. Zelfstandige nigger, dus ik beklim een ladder. Is alleen real als een spitter, dus zet je speaker harder. Ik vroeg die man uw support en die mannen zeiden nee. Nu ben ik hard aan de kom op en willen niggas mee. Ik heb geen love issues en geen trust issues. Maar wel fuck niggas coming to my zone issues. Elke dag is hij met je, but is he really with you? Ik ben de leider, een echte patroon. Ik krijg gas van het lachen bij mijn laatste patroon. Want ze wou niet van me horen, ze vond me gewoon. Nu wil ze me af zoals een fuck met de andere persoon. Shit. Fuck it, ik doe het weer. Leg het er niet bij neer. The only thing a nigga be known is disappear. Verdwijnen uit je zicht en ik kom terug en doe het weer. Meer als vorige keer. Power level. 4 keer duurder dan normaal, dit is een ander level. Fun X.